Nee, oh, oh, over, over, over. Ik moet er nog redden. Zo, ja. Ja jongens, heel jammer dat we Mark Rutte net zei van dat we elkaar handen niet mogen schudden. Maar wij mensen hier in XZO's zijn heel creatief. En hier paar veel worden van de mensen die zeg maar hun begroetingen doen. Afstand! Corona balkje viering! Namaste. Salam alaikum. Tja, zo werd het al lang geleden gegroet. Was hygiënisch, was netjes en daarom moet je nu op zo'n afstand namaste, salam alaikum groeten. Met gewoon zeggen hoi. En je bent van die mensen die dat niet aanhouden. Mijn homies die geef ik wel gewoon box natuurlijk. Ik ga er gewoon vanuit dat ze wel oké zijn. Ja. Maar gewoon kennissen die toch waar ik niet echt zo heel goed mee ben, is gewoon van joh, alles cool. Gewoon dat je bang bent voor de corona? Ja, niet bang, maar gewoon op je hoede, je toch? Ja, maar gewoon zeker voor het onzekere toch? Familie geef ik gewoon knuffels, goede vrienden, gewoon een box of een hand. Ja, gewoon een box, gewoon hetzelfde, hè? Gewoon hetzelfde. En waarom dan? Ja, ik ben zelf niet echt bang voor corona of zo. We geven geen handen meer, we schudden geen handen meer, maar we doen de elleboog. Of we maken een buiging naar de persoon zelf. With my hands, I also hug them. That's about it. I don't mind the things people say. I think it's they're making too big deal out of it. Die persoon heeft een dansje gedaan, toch? Hoe zou jullie zeg maar jullie dansje zeg maar noemen? Jorona Corona. Hoe? Jorona Corona. Jorona Corona.